goede avond. Dit is RN7 met de beste muziek van de 70s tot nu. RN7. NEC, de voorbeschouwing. Ja, goedenavond. Het is maandag, het is 26 februari. De voorbeschouwing. Ja, de voorbeschouwing op een hele belangrijke wedstrijd. Sommige mensen noemen het al de wedstrijd. De belangrijkste wedstrijd misschien wel van het jaar. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn, want dat moet de finale zijn. We gaan het een uur lang over NEC hebben. We gaan het een uur lang over halve finale van de KNVB-beker hebben. Dat doe ik niet alleen. In de studio hebben we gasten. We hebben in ieder geval Nick Rokers. Verslaggever van RN7 was afgelopen zaterdag ook bij de winst tegen Sparta. Goedenavond, Nick. Goedenavond, Maurice. We komen zo meteen op terug. En in de studio ook twee andere gasten. Arno Arts. Arno, goedenavond. Goedenavond. Ja, gespeeld 3 seizoenen bij Cambuur en 5 seizoenen bij NEC. Dat klopt. Dus dan ben je meer NEC'er, mag ik dat dan zo zeggen? Ik denk toch wel langer dan 5 seizoenen gespeeld. Je hebt vanaf de jeugd. Hè? Ja, vanaf de jeugd. Maar als je het even het profvoetbal bekijkt, dan kom je op 5 seizoenen uit. Ja. Maar ben je dan meer NEC'er of toch ook een klein beetje Fries? Nou, ik ben wel NEC'er. Als je hier opgegroeid bent en je moet toch door de poort van de Goffert, wil je betaald voetbal bereiken als je hier uit de buurt komt. Ja. Dus wat dat betreft wel. Maar ik heb wel 3 geweldige jaren bij Cambuur gehad. Ja, nou gaan we het zo meteen zeker nog even over hebben natuurlijk. En ook in de studio Ivo de Bruin. Ivo de Bruin is keeperstrainer, heeft ook gekiept bij NEC. Ook met Jasper Cillessen gewerkt, toch of niet? Ja, het schijnt. Ik kan me niet heel veel meer van herinneren, maar klopt. Ja. Nou, dan gaan we het daar ook nog over hebben. Want de keepers, ja, dat was natuurlijk de afgelopen week. Ja, wie gaat er keepen? Nou, er is vandaag een keuze gemaakt. Dus daar komen we ook nog zo meteen op. Maar laten we eerst nog eventjes teruggaan naar afgelopen zaterdagavond 9 uur. Sparta was de tegenstander voor NEC en dat ging zo. Sandler met de bal en die kan natuurlijk aardig opdribbelen. Sandler die steekt nu de middenlijn over. Philip Sandler speelt Van Rooij en Van Rooij heel ver kan de achterlijn halen. Wie staan er voor de goal? Er zijn er wel een aantal. Daar komt die bal voor. Sane op de slag. Oh, ho, 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 ho. Weer zo'n balletje zeg. Nou ja, je zegt het net, hè. Neem hem maar. Sano heeft jou verstaan, ondanks dat ik een taalbarrière die ertussen zit. Hij neemt hem aardig op de slof. En die bal gaat over het doel van Nicolai. En daar, we komen dichterbij, hè? We komen dichterbij. Ja, hij gaat vallen vandaag. De NEC is echt op zoek naar die kans. En die gaat nu weer heel aan de andere kant. Bart Van Rooij. Bart Van Rooij naar Hoedemakers. Hoedemakers draait even weg. Ziet dat Sano zich helemaal uit laat zakken om die bal te vragen. Daar is het wel het schot van Proper. Oh, ho, ho, ho. Wat een wereldgoal van Dirk Proper. Nou, dit is echt... Hij probeerde het al een keer. En nu lukt het. Die bal gaat werkelijk de kruising in. En daar moet hij bij geloven. Soms overdrijven we nog wel eens. Maar deze was echt in de kruising. Hij draait weg van zijn man. En ja, heel zachtjes, heel akelig, langzaam gaat die bal over Olij heen in de kruising. Het is echt een wereldgoal. En NEC op 1-0. Aan de Nijmeegse zijde komt die vrije trap van... Oh! Hij kan het echt. Hij kan het dus echt. Hij kan het niet alleen in de wedstrijd hier thuis tegen Twente. Tegen Twente inderdaad van 25 meter. Maar hier legt hij hem ook op een metertje of 20. Calvin Verdonk met het linkerbeen. Wat een fantastische uithaal van de linksback centrale verdediger. Waar je hem ook neerzet. Wat heeft hij ook een ontwikkeling doorgemaakt. Calvin Verdonk is niet meer uit de basis weg te denken. En wat zet die NEC hier met een heerlijke vrije trap op 2-0. Spelers nu op de helft van NEC. Hoogstandje bij Mito. En dan ook bij NEC. Oh nee, daar grijpt Dirk Proper naar zijn hamstring. Daar moet de bal uitgespeeld worden. Ai, 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 ai. Dit is spijtig zeg. Dirk Proper die een hakje doet. Van Rooij ziet het niet. Die moet die bal uitspelen. Dat doet uiteindelijk Jasper Cillessen. Dirk Proper gaat naar het gras. En wat is dit een aderlating zeg voor de mannen van Meijer. Zeker ook met die wedstrijd dinsdag op de kalender. Ja, de hoogtepunten en de dieptepunten van afgelopen zaterdag. De samenvattingen met de 2 doelpunten van de jager Dirk Proper en Calvin Verdonk. En het uitvallen natuurlijk van Dirk Proper. Heren, hebben jullie de wedstrijd gezien, Arno? Ja, ik heb hem wel gezien, ja, op tv. En, dus, ik heb genoten van NEC, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat zei de trainer ook al zelf, van ik heb echt genoten. Ja, dat doe ik al langer, want die spelen gewoon hartstikke goed voetbal. Als je wel eens zo professioneel altijd zeggen tussen de linies en noem alles maar op. Maar het is echt goed.
echt heel goed. Die, een van de beter spelende ploegen in de Eredivisie. Ja, en toch, want dat was mijn kritieke puntje een klein beetje. Als je dan naar die tweede helft kijkt, je staat wel met 2-0 voor. Maar dan weten ze die wedstrijd niet in het slot te krijgen. Want als je die derde maakt, dan is het klaar. Want het had zomaar ook nog gewoon 2-1 kunnen zijn. En ja. Dan wordt het natuurlijk weer heel erg spannend. Je hebt natuurlijk het idee dat de handrem erop gaat richting de beker, de halve finale van de beker. Dat idee heb je, maar ik moet wel zeggen, die wedstrijd, Sparta die werd ja, sporadisch. Hebben wel misschien 1-2 goede kansen gehad, maar NEC was beter. Die kreeg ook de betere kansen, die was ook gevaarlijker, vond ik. En ja, ik vond een verdiende overwinning. Ja, Ivo, welk doelpunt was het mooiste? Van Dirk of van Kelvin? Nou, voor die vrije trap toch wel. Ja? Keepersfout ook? Ga ik dan gelijk vragen aan de keeper? Ja, ze zeggen wel eens, waarom zet je er een muur neer? Hè? Dan moet je het zicht en zo. Maar als hij zo genomen is, dan, dan kan Sillissen er staan, maar dan pakt hij hem ook niet. Nee. Over Sillissen gesproken, Nick sprak hem ook na afloop. En die zei ook van, had je ook niet een beetje je geluk mee? Ook zeker met die mooie redding die hij had op een gegeven moment. Hè? Die kopbal die vanuit de corner kwam. Ja, dat moet je ook denk ik wel een beetje hebben als keeper, hè? Het geluk mee. Ja, maar je dwingt het ook af. Als keeper zijn. Ik denk dat als je ziet door wat voor een piek Sillissen heeft gehad, een dal die heeft gehad en nu die daar heel mooi uitkruipt. En je ziet dat de jongen weer op zijn oude niveau komt. Is hij heel hard voor moeten werken. Ja, en dan verdient hij het gewoon, vind ik, om betwist de nummer 1 daarin te zijn. En dan pak je dat soort ballen weer. Ja. Ja, en dat is voor een keeper natuurlijk de doping die je nodig hebt om uit te groeien tot misschien wel degene die straks de beslissende strafschop pakt in de Kuip. Ja. Ja, dan komen we zo bij een strafschop. Ja, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. Nick, jij zat in het stadion. Je ziet natuurlijk meerdere wedstrijden als verslaggever. Was het ook een van de betere wedstrijden van NEC? Zeker de eerste 20 minuten? Het was in ieder geval een hele goede wedstrijd van NEC. Dat zeker. Ik vond de openingsfase, zeiden we ook in onze commentaren, echt heel flitsend. NEC dat echt met één keer raken. Dat zei Rogier Meijer ook met acties met één keer raken. Er snel doorkwam. En daar grote kansen uit creëerde. Ja, dan. Met zo'n afstandsschot, dat die dan de 1-0 valt. Ja, hartstikke mooi. Hè? Nou, je had het gehoord. Ik vond het ook een erg mooie goal. Maar ja, ik denk dat NEC het wel ook heel verdiend heeft gewonnen. En ja, wat we net ook zeiden. Je vergeet jezelf wat te belonen dan. Want je had ook makkelijk 3-4-0 kunnen winnen. Op het einde krijgt Lars Rondon Larsen 2 niet te missen kansen. En Selasso die 1-1 gaat. En dan volgens mij struikelt over zijn eigen benen. Ja, iedereen die riep van het is een penalty. Hè? Maar nee, volgens mij, hij zag gewoon dat hij die bal niet kon halen. En dacht van ja, dan ga ik maar liggen. Want dan had ik het idee een beetje meer. Nou, hij struikelde echt over zijn benen. Ik heb de haarlijn een paar keer gezien. En kwam ongelukkig uit in zijn pas. Maar goed, kan gebeuren. Iedereen gunt hem in ieder geval heel erg de goal. De supporters, Selasso. Maar of het nou de beste wedstrijd was, dat weet ik niet. Maar het was echt een hele goede eerste helft, vooral van NEC. En daarna eigenlijk, denk ik, was zakelijk uitgespeeld. Ja, Arno, jij geniet al langer van NEC. Maar toch in het begin van het seizoen was die vorm nog ver weg, hè? Ja, toen waren ze nog niet zo goed. Maar je ziet het langzaam, zie je het steeds beter worden. En als je ziet het vergelijkt met de andere teams. Ik zeg wel eens van, als je NEC staat volgens mij 6e of 7e nu. Zevende. Nou, als je al die ploegen neemt die onder NEC staan, dan vraag ik mij af, ik al die wedstrijden zie, wie is er beter? Ik bedoel, Sparta, die winnen ze vrij overtuigend. Go Ahead Eagles, die winnen ze. En dat staat in de nabijheid van NEC. Dus ik NEC, kijk, natuurlijk met doelstellingen, dan zeg je, we willen play-offs halen. Dan wil iedereen hier, je wil Europa weer in. Ja, je mag wel eens een keertje duidelijker zeggen, wij moeten gewoon de play-offs halen, want wij zijn niet slechter dan alles wat onder ons staat. Ja. Dus dat minderwaardigheidscomplex, dat moeten ze een keertje aan de kant schuiven. Ja, dat is natuurlijk wel gevaarlijk, hè? Want dat hebben ze natuurlijk voorgaande jaren ook al, vorig jaar ook vooral geroepen. En toen lukte het niet, hè? En dan krijg je natuurlijk dat ook over je heen. Hè? Ik heb dat in het begin ook gezegd, van ja jongens, loop nou niet van de daak te schreeuwen dat je een play-off plek. Zorg er nou eerst eens voor dat je veilig bent en dat je gewoon ook volgend jaar weer Eredivisie hebt. Maar zo kijken de meeste clubs. Weet je wel, die rekenen zo snel mogelijk dat we 34 punten hebben en we degraderen niet. Ja. Maar als je NEC zo de individueel al die spelers bekijkt en je ziet hoeveel klasse en kwaliteit daar is ten opzichte van andere teams, dan denk ik kom op, hey, wie heeft zelfs, wie kan Schöne inbrengen? Ik bedoel, voor Proper, noemen ze hem, er zit gewoon heel veel, Sandler. Ik bedoel, die kan, ik weet niet, zoveel hoger spelen. Die NEC heeft gewoon heel veel kwaliteit en heel veel goede spelers. Maar het is ook het seizoen ervoor. Hè? Ik bedoel, wie had van tevoren nou verwacht dat in ieder geval Utrecht heel slecht begon? Die hebben ook laatste gestaan. Ja, komen nu redelijk weer in de winning mood. Maar die hebben het heel moeilijk gehad. Ajax had het heel zwaar heeft.
ik zie NEC of Go Ahead ook nog wel vijfde worden. Want Ajax is ook echt geen zekerheid op dat gebied. Zeker, maar je ziet ook in die hele competitie zie je ook... je kunt gewoon, als je ook een serietje hebt waar je het slecht doet... dan kun je ook in één keer weer zakken. Je ziet Utrecht, iedereen had het over Utrecht. En ik kende die club, hè, want daar werk ik zelf. Ja. Verwachtingspatroon altijd heel hoog. Dat valt even tegen. Je trainerswissel en ga zo maar door. En het gaat lopen en ze zetten een serie neer. En het verschil is altijd maar 6-7 punten geweest. Ja. Dus stel dat je nou, als je een beetje stabiel bent en je wint een paar keer, dan sta je weer helemaal erbij. Ja, dat was dus nu het geval. Het verschil tussen die ploegen is zo ontiegelijk klein. Ja, dus ja. Ja, maar dat speelt voor mij ook nog wel wat mee, hoor. Kijk, dus klopt wat wij hier zeggen. Maar wat ik ook zie, is dat we natuurlijk in het begin heel veel kritiek hebben gehad op van alles en nog wat binnen NEC. En als je dan ziet dat Carlos Albers en daar rustig gebouwd heeft, met de mensen om zich heen, met de trainer vertrouwen houden, zo'n trainer die heel veel kritiek kreeg, ook rustig gebleven. En dan denk ik, ja, er zit toch wel, zijn toch wel professionals die gezien hebben, ja, zeker, wat de potentie zou kunnen worden of zijn. En die hebben daaraan vastgehouden. Ja, maar dat klopt. Maar kritiek, nuilen hier, ja, dat is er altijd. Dat zal er ook altijd zijn. Want klopt, ik garandeer je, als je de pech hebt, wat ik niet geloof hoor, dat je bij Cambuur verliest. Ja, dan keert van alles zich weer tegen je. Dus dat gaat bij deze opportunistische wereld gaat dat heel erg snel. Ja, wat ik nog wel interessant vind. Wilco die zei toen het even slecht ging, in het begin van het seizoen. Ja, we moeten de spelersgroep de tijd geven. Hij zei van mij, 8 wedstrijden moeten we wachten voorbij. Heb ik toch wel, ja, 8 wedstrijden of zo, zei hij. Hè? Ja. 8 wedstrijden moeten we ze de tijd geven. Nou, daar viel ook iedereen heen terecht. Want ik vind dat kan je niet verwachten. Hè? Ik bedoel, je bent een professionele voetballer. Je bent een professionele organisatie. Daar mag je gewoon vanaf dag 1 staan. Maar hij heeft eigenlijk best wel gelijk gehad daarin. Want die spelers moesten ook echt even wennen. En ook aan elkaar, denk ik. En het was een hele nieuwe groep. Kijk maar wat erin is gekomen en wat eruit is gegaan. Ja, nu draait het als een tierenlier. Dus hij heeft toch daarin wel gelijk gehad. Ja, maar dat klopt. Maar daarom zie je ook een trainer nooit een doelstelling formeren. Die zie je altijd pas later in het seizoen zeggen. Ja, heel voorzichtig. We moeten wel het linker rijtje. En we kunnen bij de eerste 8. Ja. Maar dat is gewoon om je ook in te dekken. Van als het eens vies tegenvalt. Ja, dan wordt het heel lastig natuurlijk. Ook voor een trainer als je je eerst uitgesproken hebt. Ja, ja. Nou, ik denk dat wij genoeg over sparen. Maar we gaan vooral ook vooruitblikken natuurlijk richting de wedstrijd van morgen. Die belangrijke wedstrijd, halve finale van de KNVB-beker uit bij Cambuur. Trouwens, als je thuis zit te luisteren en je denkt, hey, ik heb vragen aan een van de gasten in de studio. Of je hebt een mening of je wilt iets kwijt. Dan kan dat gewoon bij ons. Je kunt gewoon inbellen. Dat kan onder het nummer 024-360-8068. Kies dan even voor optie 2. Dan kom je binnen in de studio en dan kom je misschien zo meteen wel eventjes bij ons in de uitzending en kun je ook je vraag stellen. Dat kan ook via de social media. Ik heb het vandaag al gepost, dus mocht je iets willen weten, spreek het even in met een berichtje. Dat kan via apenstaartje Maurice de Mand op Instagram en dan kunnen we je ook zo horen en dan kun je zo op die manier je vraag stellen. Ja, Arnhart, we hadden het in het begin al over. Bij Cambuur, 3 seizoenen gespeeld. Meerdere seizoenen in Nijmegen. 5 in ieder geval als profvoetballer. Dus je kent de clubs beide wel goed. Zeker. En die clubs zijn ook vergelijkbaar. Ja, leg eens uit. Allebei volksclubs. Echt van het volk. Allemaal niet, als ik dat vergelijk met Willem II, waar ik bij gespeeld heb. Is toch een hele nette club. Als je ziet, het elftal dat bestaat uit allemaal vaak technische spelers. Het publiek wil bij Cambuur en bij NEC, daar wil het liefst een vuil broekje en ik weet niet hoeveel slijdings. En die ziet het liefst de mouwen opstropen, noem alles maar op. En het moet niet al te langzaam, de opbouw achterin moet niet al te langzaam gaan. Het moet redelijk opportunistisch snel naar voren toe, want anders komt er een fluitconcert. Dus dat is ongeveer identiek aan Cambuur, want Cambuur is ook een volksclub waar ze willen hebben dat je... Als je 100% inzet toont, dan ben je al een heel eind. Dus die clubs zijn echt wel vergelijkbaar. Ja, toch, ja, Cambuur moet het met de KKD doen, hè? Waarom lukt het niet om nou die aansluiting naar de Eredivisie te maken? Nou, omdat ze gewoon veel te weinig kwaliteit hebben. Ik bedoel, als je... En is dat dan een geldkwestie? Ja, dat kan een geldkwestie zijn natuurlijk. Want als je een hoop geld hebt, kun je goede spelers halen. Dus dat is ook mede een geldkwestie en ook... Ik denk als je het vergelijkt met NEC. En ja, ik had er straks over van op iedere positie Cambuur ten opzichte van NEC.
is NEC beter. Ik kan geen positie op het veld opnoemen waar NEC slechter is. Dus en iedere speler die bij NEC op de bank zit, die zou in de KKD gewoon spelen bij Cambuur. Dus ja. Ja, maar dat maakt het ook heel tricky, zo'n wedstrijd. Ja. Want het is een beker. Ja, we hebben het inderdaad net al even over gehad. Die clichés, die krijg je nu toch weer. Weet je wel, de bal is rond. Ze zijn wel waar. Nou ja, ze zijn wel waar. Ja, de bal is rond. De bal is rond. Het is 11 tegen 11. Het is de wedstrijd van de eeuw. Nee, maar kijk naar Spakenburg ook. Of wie was het dit jaar? Hercules. Die maakt het Cambuur ook heel lastig. Ja. Nou ja, ik denk dat ook iedere Cambuur speler in de derde divisie zou spelen. Je zult altijd die verrassingen houden. Maar van de 10, 9 keer... Ik denk persoonlijk dat het niveauverschil te groot is. Cambuur die moet echt, willen ze winnen van NEC, die moet echt boven zichzelf uitstijgen. Ja. En NEC moet een verdomd slechte dag hebben, willen die niet winnen. Dat denk ik echt. Ja. En dan kan er wel eens iets voorkomen in een wedstrijd dat je na 10 minuten rode kaart krijgt of 11 tegen 10 en het verandert en dat je het dan moeilijk krijgt. Mm-hmm. Dat kan ik begrijpen. Maar ik denk dat het toch nog wel een behoorlijk niveauverschil in zit. Ja, ja, weet je... Inderdaad, NEC moet gewoon wel winnen natuurlijk die wedstrijd. Ja, maar dat hoor je. Op papier natuurlijk verplicht. Kelvin Verdonk, die zei het perfect vandaag in de Gelderlander. Er is geen discussie mogelijk. Er is maar één top favoriet en daar zijn wij. Klaar. Punt. En als we daar, eigenlijk dat zei hij niet, maar als we daar niet redden. Ja, dan moet je eigenlijk, vind ik, ja, schamen. Ja, schamen? Ja, dat vind ik echt. Ja, maar we hebben toch wel eerder al dit seizoen... Ik kan er een heel goed voorbeeld noemen. Vitesse, daar hebben we 2 jaar op rij gehad... dat we de gedoodverfd favoriet waren. En één keer ga je er met 1-4 gewoon kansloos af. Ja. Ja, en die 1-3... Dan heb je Vitesse. Dan heb je het over een derby tegen elkaar. Dan kun je tegen elkaar wegstrepen. Je kunt misschien wegstrepen de begroting ten opzichte van elkaar. Mm-hmm. Maar wat is de begroting van Cambuur... en wat is de begroting van NEC om spelers te halen? Als je op iedere positie beter bent... Dan kun je wel kijken, met Vitesse, daar is, vind ik, het kleinere niveauverschil, normaal gesproken. Ja. Dan, en het is een derby dan met Cambuur. Want ik denk dat Cambuur veel minder kwaliteit heeft. Noem jij 6 spelers van Cambuur op? Of je moet Cambuur volgen? Nee, maar ik ken ze niet bij wijze van spreken, want zo bekend zijn ze niet. Maar een bekerwedstrijd brengt toch iets anders met zich mee, Arno? Dat is toch ook voor NEC, er staan jonge luien, die spelen ook voor het eerst in hun leven een halve finale. Er ligt druk, want je bent favoriet, dus je wordt wat verwacht. Ja. Jij hebt bekerwedstrijden gespeeld. Sterker nog, je hebt de beker gewonnen, dus je hebt een halve en een finale gespeeld. Had je daar zelf dan geen last van als speler? Wat bedoel je? Nou, van een andere druk, andere spanning? Ja, dan moet ik voor mezelf spreken. Ik had daar niet zoveel last van spanning en druk. Maar ik kan begrijpen. Kijk, voor NEC, want iedereen zegt... voor Cambuur, ik hoorde Henk de Jong nog zeggen... is het de wedstrijd van de eeuw? Ja. Voor die jongens van NEC, hoe vaak speel je finale? Is het ook de wedstrijd van de eeuw? Want in je carrière speel je niet vaak finales. Weet je? En NEC moet goed beseffen... als die gewoon scherp zijn en hun niveau halen... En zich niet, dan gaan die gewoon daar winnen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. In ieder geval ben je ook zo zeker? Nou ja, ik vind het ook. Ik ben het eens over 90 minuten. Denk ik dat je aan het langste eind trekt. Ik vind het ook wel een beetje dat je als NEC zijnde ook mag. Daar best wel mee mag koketteren. Omdat je daar op alle posities toch wel een betere speler hebt. Maar we weten ook, en dat is de andere kant, het is daar zwaar. Zwaarveld. Ik kan me nog een promotie-degradatiewedstrijd herinneren van Cambuur NEC. En er komen altijd andere sentimenten los in een bekerwedstrijd. En de vraag is, hoe gaat NEC daarmee om? Want NEC kan alleen van zichzelf verliezen. Niet ik vind Cambuur. Dat de afgelopen wedstrijden, Dennis, al even geleden natuurlijk dat we daar hebben geweest, maar die laatste wedstrijd die NEC op het nippertje won met 1-0 met Lasse Schöne. Ja. Het gaat altijd moeizaam daar voor NEC. Ja, en hij zei zelf ook, Schöne, heel slecht kunstgrasveld, vindt hij. Nou, dat klopt dan ook wat je zegt, een zwaar veld. Nou ja, vroeger was dat met modder poelen en dat soort dingen, maar ja, ik denk dat zo'n Schöne inderdaad, en dan kan ik er nog wel een paar noemen, niet graag op zo'n kunstgrasveld spelen. Dus dat speelt ook allemaal wel mee. Ja, en buiten dat inderdaad, buiten al dat soort dingen, natuurlijk moet NEC die wedstrijd winnen, maar het is ook voor hun inderdaad de wedstrijd van het jaar. Kijk maar naar die laatste training van Cambuur. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar dat is ook weer met vuurwerk onthaald. Dat weet ik, heel veel supporters zitten daar. Ja, ook vragen jullie Rogier Meijer, die was eigenlijk wel blij dat het bij NEC niet werd gedaan. Marie was vandaag op de training. Ja.
rustig, denk ik. Nou, die was deels besloten. Dus ja, nou was het ook niet het mooiste weer. Daar moet ik ook bij zetten. Maar ja, ze hebben gewoon in alle rust getraind. Dat doet Rogier het allerliefste. Hè. Dat heeft hij ook met de derby. Dat hoeft van heeft hem niet. Toch ook gezegd dat hij altijd hoeft? Dat hoeft van hem niet zo. Hij zegt dat de spelers daar ook niet altijd even vrolijk van worden. Hij heeft nu in alle rust heeft hij kunnen trainen. Dat zal best wel helpen. Maar dat vond ik wel frappant. Het verschil een beetje. Het leven. We gaan straks ook even bellen naar Cambuur dus. Maar daar inderdaad met vuurwerk. Met van alles en nog wat. Al die supporters bij die training. Daar zetten ze het even op scherp. Ja, en hier lijkt het ook dat ons. Het lijkt er een beetje op dat wij eigenlijk allemaal een beetje denken. Ja, we gaan toch wel winnen. Ja, nou ja, maak het uit. Dat denk ik niet. Maar maar dat idee heb ik een beetje. Nee, maar ja, kijk, jullie hebben als spelers. Ik weet niet of het bij jullie ook heel vaak is geweest dat de mensen op de training met vuurwerk stonden. Maar ik ben eigenlijk wel voorstander om dit ook bij de derby. Ja, die heb je nu al zo vaak verloren. Om dat gewoon even niet meer te doen. Doe maar gewoon, laat die spelers rustig voorbereiden. Ja, maar ik zie dat niet zo. Ik denk dat dat hier wel degelijk de bekerkoorts heerst. Dat je dadelijk met zoveel bussen naar Rotterdam kunt, naar de Kuip. Ik bedoel, moet je nog meer motivatie putten uit dat? Ik denk als ze een oproep bij de supportersvereniging zou doen. We staan dan morgen met vuurwerk. Dat iedereen er van NEC ook gewoon met vuurwerk staat, hoor. Dus ik denk dat verschil niet al te groot is ten opzichte van elkaar, hoor. Nee, dat denk ik niet. Maar we gaan even naar ik heb een audiofragmentje binnen. Iemand heeft iets ingestuurd. Dus dan gaan we even naar luisteren wat de vraag is. Als we iets horen. Hoe zien jullie de opstelling zonder Proper? Verwillen jullie liever Schöne hebben of zouden jullie liever met twee aanvallende middenvelders spelen? Groetjes, Charlie. Dankjewel, Tjado. Ja, dat is wel gelijk een interessante. Want ja, dat is natuurlijk wel zoals het ervoor ligt. Dirk kan gewoon niet spelen. Dus je moet iets anders gaan verzinnen. Arno? Die ruil je gewoon in voor Schöne. Ja? Ja, zo simpel is het. Ik zou niet weten dat je... Anders moet je weer twee posities vervangen. Noem alles maar op. Ik denk dat Schöne voldoende kwaliteit heeft om Proper te vervangen. Oké. Okay. Tegen Cambuur zeker. Ja. Maar ja, je moet hem vervangen. Dus het is ook... Hou die met twee tienen of zo? Dat... Nee, maar ik zou dat niet omgooien. Waarom zou je dat niet omgooien? Tenminste, als ik redeneer zoals trainer, waarom zou je het helemaal anders gaan doen? Ik denk ook dat hij gewoon Schöne laat spelen voor Proper, dat denk ik echt. En je hebt slimmigheid nodig ook, hè? Dus betekent, kan je zo inzakken. Dus je komt veel aan de bal. Nou, je moet iemand hebben die slim paasje kan geven, techniek heeft. Nou, ik denk dat lopende mensen... de Schöne kan het prima oplossen. En ervaring, hè? Ja. Ik bedoel, Schöne heeft ook wel eens ooit een hele belangrijke halve finale gespeeld. En die liep minder goed af. Maar goed, maar hij heeft het wel meegemaakt. Schöne is gewoon een ontzettend goede voetballer. Ik bedoel, dan kun je zeggen, hij loopt op zijn laatste benen misschien. Hij is op leeftijd, noem alles maar op. Maar gewoon aan de bal. En ik neem aan dat je tegen Cambuur 70% de bal hebt. Ja, dat kan Schöne van hele grote waarde zijn, denk ik. Ja. Natuurlijk heb ik vandaag ook, want ik heb natuurlijk Rogier gesproken, ook even over die opstelling en over dat feit met Dirk gesproken. Nee, die kan niet spelen. Nee. Nee, dat was wel een medisch wonder geweest als hij had kunnen spelen. De onderzoeken lopen nog, maar die is er nu en vrijdag zeker niet bij. Nee, dan zou ik zeggen, dan heb je Lasse Schöne. Maar is dat dan de zekerheid dat die start? Er zijn meerdere opties. En de opstelling, die zal ik ook niet geven. Maar dan kom je ook terug van een blessure. Denk je dan niet van, jongens? Ja, het is een halve finale, dat niet. Maar goed, ik heb natuurlijk 2,5 maand geen wedstrijd meer gespeeld. Dus 9 minuten zit er niet in. En dan die andere vraag. Wie gaat er keepen? Dat Jasper Cillessen keept. Nou ja, ik weet niet of dat een bijzondere keuze is. Uiteindelijk hebben we per wedstrijd bekeken. Ja, dat is ook echt zo. Vanaf het begin al dat je per wedstrijd bekeken? Of had je toen wel de afspraak gemaakt van in die wedstrijden keep jij gewoon, Robin? Nee, want je weet ook niet hoe ver je in de beker komt. Dus ik kan moeilijk zeggen, de eerste vier keep jij en dan gaat een ander keeper. Dus we hebben dat per keer bekeken. En uiteindelijk vind ik, dat zei ik ook net bij je collega's, op het moment dat je voor het eerst in 25 jaar een bekerfinale kan halen als club, vind ik dat je eerst keeper moet keepen. En dat heb ik ook met de keepers besproken. Hoe reageerde Robin? We spelen wil altijd spelen. Alle spelers die je niet opstelt en die je uitlegt waarom, zijn teleurgesteld. Dus hij ook. Aan de andere kant is hij ook wel realistisch. Ja, zo meteen even over de keepers. Eerst maar weer terug naar Dirk. Ja, ik stelde de vraag bewust ook over of Schöne gaat spelen. Want je hebt misschien ook nog wel een andere optie. Hè? Je zou ook met Robert kunnen spelen. En hij kan geen. Je hoorde het Schöne zeggen. Hij kan sowieso geen 90 minuten spelen. Dus je zult sowieso plan B moeten hebben. Ja, zoals ik het nu hoor wel. Ja. Dus dan zal Schöne maar een bepaalde aantal minuten spelen.
Ja. Dus, ja. En laat je hem dan starten of zeg je van nou, ik begin anders en ik breng die zekerheid later nog een keer in? Ik zou die laten starten. Ja, daar hoef ik niet over te twijfelen. Ja, ik zit ook te denken, wie zou je op de bank hebben om hem in te wisselen? Robert? Ja, ik denk dat de kans best zou bestaan dat hij gaat beginnen met Robert. Ja, nee, dan sluit ik me wel bij Arno aan. Ik zou ook gewoon met Schöne beginnen. En dan kijken hoe de wedstrijd ook loopt. Kijk, als je hem in het slot gooit en je staat 2-3-0 voor, even een mooi geval. Ja, dan kan je nog zeggen, weet je, we gaan gewoon Robert erin, 2-10 en lekker een beetje salsa erin en laten we gaan voetballen. Maar ja, als de wedstrijd 1-1, 1-2, misschien wel 2-1, dan zou ik ook Robert erin gooien. Maar als je een nip voor staat, dan moet je toch kijken, wat zijn nou echt de defensieve middenvelders die NEC misschien zou kunnen brengen? Ja, of ja, je zou Schöne voor Ros en dan ga je met 5 achterop spelen. Ja, en zou je hem niet bewaren? Kijk, stel je nou voor dat het allemaal niet zo verloopt en je gaat verlengen. Nou ja, hij kan sowieso dus al geen 90 minuten spelen. Maar ik kan me beschermen, als het echt zo uitloopt op penalties, dat je denkt van, dan laat ik hem Schöne in ieder geval, wil ik op dat lijstje hebben. Nou, ik zou met zijn ervaring. Ik zou ervan uitgaan dat je gewoon die wedstrijd in 90 minuten in slot kan gooien. Nee, oké, maar ja, goed, je moet als trainer toch met alle scenario's rekening houden, of niet? Dat lijkt mij wel, ja. Ik weet niet, ja. Nou, dat zal hij best doen, hoor. Ja. Je zou met alle scenario's doorgelopen hebben en rekening houden. Dat denk ik zeer zeker. Maar ik vind een mooie discussie, want we hadden het net over de beker, weet je wel, verrassingen en noem alles maar op. En tegen amateurs kan dat ook verkeerd uitpakken. Ja, dan vind ik het wel. Ik weet niet hoe. We hebben keeperstrainer hier zitten. Dan vind ik het wel frappant. Je laat je tweede keeper spelen. Als je het dan niet zo. Als je het niet zo serieus neemt. Als je het echt serieus neemt, laat je eerst de keeper altijd spelen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Kijk, want de verrassingen kunnen ook tegen amateurs komen, als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben het net over verrassingen. Dan denk ik altijd, ja, waarom? Dus stel je tweede keeper dan op. Nee, maar dus omdat Robin Roes niet heeft gekiept, dan denk je dat Rogier het misschien de eerste wedstrijden niet zo heel erg nauw nam met de beker? Nee. Maar ik. Kijk. Ik ben daar misschien ouderwets in. Ik zou ten alle tijde mijn beste team opstellen. Nee, dat snap ik wel. Buiten die discussie over keepers met Roefs, die heeft het geweldig gedaan. Mm-hmm. Daar gaat het niet over. Maar ik zou ten alle tijde, als jij een beker wil winnen, dan stel ik toch mijn. Je gaat toch ook niet in de competitie zeggen van. Ja, laten we dat de keepers erin vragen. Geloof jij in een bekerkeeper? Ja, die is tweeledig. Ik denk dat aan de ene kant bekijk je als trainer natuurlijk samen overleggen met je keeperstrainer. Wat is de kwaliteit van mijn keepers? En hoe op dit moment doet mijn eerste keeper het? Ben ik tevreden? Of is dit het moment om een tweede keeper ook een keer een kans te geven? Om hem dat hij zelf kan laten zien op dat moment. Ja. En ook om ervaring op te laten doen op het niveau. Hè? Want als iets met Sillis in dit geval zou gebeuren, moet hij er wel staan. En ik denk dat bekerwedstrijden uitgelezen mogelijkheden zijn om juist te testen van hey, hoe ver zijn we. En als je neemt het minder serieus of niet, hangt ook een beetje af van de kwaliteit van je selectie en tegen wie je speelt. Dus de visie, daar kun je verschillend over denken. En heel veel trainers denken van nou, ik laat inderdaad mijn tweede keeper spelen. Tot bepaalde hoogte. Ja, hoe moeilijk is het om die hoogte te bepalen? Is dat tegen een amateurclub? Is dat tegen een subtopper? Is dat tegen een, als je begrijpt wat ik bedoel? Ja, maar dat is ook ingewikkeld. Hè? Het is ook niet voor niks dat die mensen zo gestudeerd hebben in het vak dat ze keuzes moeten maken. En, en dat verwacht je nu ook van de heer Meijer, dat hij daar verstandig mee omgaat. Ja. En ik denk dat hij dat tot nu toe fantastisch gedaan heeft. Ja, omdat het goed uitgepakt heeft. Ik snap ook heel goed dat hij Roes. Het is gerelateerd naar wat de uitslag is. Ik bedoel, als met alle respect voor Roefs, als die onder een bal duikt door, is de eerste vraag wie gesteld wordt, waarom je zelfs niet laten keepen. Want zo werkt het ook. Ja, maar er zijn ook clubs die zijn met een B-team. Hè. Ik kan me herinneren dat PSV een keer gedaan heeft en die verliezen. Ja, maar ik ben daar ook anders in. Ik ga naar televisie kijken. En als ik toeschouwer ben en ik heb een duur betaald kaartje en PSV komt bij mij op bezoek, bij de amateur, en ik zie daar een tweede helft van PSV lopen, voel ik me bekocht. Ik vind dat je voor de motiveerde tegenstander ook. Ik vind dat het voor de toeschouwers, zowel voor de supporters, al die wil PSV 1 zien. En voor PSV zelf, denk ik dat je ten alle tijde je beste elftal moet opstellen. Ja, maar je hebt ook bij mensen, die jongens die willen natuurlijk ook minuten krijgen. Nou, als je als PSV zei. Het is geen maatschappelijk instelling. Nee, dat snap ik. Maar die jongens die zeiden. We gaan toch even deze discussie eventjes parkeren. Okay. Want wij hebben namelijk even gebeld naar het Hoge Noorden. Even gebeld naar Leeuwarden. Daar zit voor ons aan de telefoon nu Geert van Tuinen van Omroep Friesland. Geert, goedenavond. Ja, goedenavond jongens. Goedenavond. Ja, bij Cambuur. Hoe is het daar in Leeuwarden? De bekerkoorts ook zo hoog?
Ja, die loopt behoorlijk op, kun je wel zeggen. Dat was gisteren eigenlijk al. Zondag was er een zondagse training. 1200 man om het veld, vuurwerk. Het was weer ouderwets. Vandaag was het in dat opzicht een hele rustige dag. Want ja, ook Cambuur-supporters blijken gewoon een baan te hebben. Dus die konden niet komen. Henk de Jong besloot wel vanmorgen een beetje onverwachts. Want dat zijn wij niet gewend om besloten te trainen. Een gedeelte van de training werd besloten afgewerkt. Oh, daar zijn wij heel erg gewend hier in Nijmegen. Ja, nee, wij, dat weet ik, want wij hadden een correspondent. Een collega van mij was bij de training van NEC. En die moest geloof ik wachten tot een uur of drie voordat hij iets zou kunnen zien. Maar dat maakt niet uit. Bij Cambuur is dat vrij ongebruikelijk. Maar het leeft enorm. Mensen hebben er ongelooflijk zin in. Ja, het is ook wel een hele bijzondere wedstrijd voor Cambuur natuurlijk. Ze bestaan 60 jaar dit jaar. Mm-hmm. En het is voor de tweede keer dat er een halve finale van het beker wordt gehaald. De laatste keer was 2017. Toen gingen ze er met penalties uit tegen AZ in Alkmaar. Maar nu is het een thuiswedstrijd. Ja, in een stadion wat die naam Wouwers meer waard is. En er wordt dan ook een mooi nieuw stadion gebouwd. Dus het wordt de allerlaatste beker halve finale, hoe dan ook, in dit stadion. Dus dat leeft enorm. Het is tot op de laatste plaats uitverkocht. Dus echt, ja, dit leeft hier wel. Ja, jullie trainer noemde het ook de wedstrijd van de eeuw. Ja, dat heeft hij geloof ik ook gezegd. Ja, hij zei het wel vaker wat. Maar ja, het is wel een beetje de wedstrijd van de eeuw. Dat nuanceerde hij vanmiddag door tegen mij te zeggen van, het is de wedstrijd van de eeuw in dit stadion. Nou ja, dan heeft hij een punt. Maar om het nou allemaal nog leuker te maken en nog historischer, dan moet je eigenlijk de finale halen, vinden ze hier in Leeuwarden. Ja. Nou, dat is voor jullie nog niet gelukt. Voor NEC is dat al 4 keer eerder gelukt. Ja, ja, ja. Hoe kijken jullie naar NEC? Hè? Want hier horen we ook vaak, ja, wij zijn, je moet eigenlijk favoriet zijn in zo'n wedstrijd. Hoe kijken jullie daarna? Nou ja, volgens mij zijn jullie toren, of jullie, ik zeg jullie, volgens mij is NEC torenhoog favoriet. Want nou ja, leg die wedstrijden van afgelopen weekend maar eens naast elkaar. Geweldige wedstrijd van NEC, heb ik in samenvatting moet ik zeggen, gekeken. En ik ben live geweest bij de wedstrijd tussen Emmen en Leeuwarden, in Cambuur-Leeuwarden. Nou, dat was echt een drama om te zien. Dat was vierde klas onwaardig, zal ik maar zeggen. Ja, dus voor mij is er geen enkele twijfel mogelijk dat NEC de echte grote favoriet is voor deze wedstrijd. Ja, maar ik ga ervan uit, jullie geloven er toch nog wel in, hè? Ja, als je er niet in gelooft, moet je niet komen. Dan moet je afbellen, hè? Nee, maar dat scheelt ons een ritje, dus vandaar. Maar gelukkig ga ik er ook niet over. Kijk, het blijft... Nou gaan we de clichés uit de kast halen. Maar het blijft natuurlijk... Het blijft gewoon sport. Het blijft een wedstrijd. Cambuur doet er alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Vitesse is verslagen in dit stadion. Dat publiek, dat is natuurlijk niet de onderschatte factor altijd voor Cambuur. Die kan zo'n ploeg toch ook wel weer wat vleugelen. Geven. Ja, dus er is niks onmogelijk. Maar reëel gezien moeten we constateren dat NEC op iedere plek in het elftal een betere voetballer heeft staan. En dat het een elftal is dat 10 keer beter functioneert dan het elftal van Cambuur. Nou ja, dan ben ik er vrij snel uit. Als ik dan een voorspelling moet doen, dan zeg ik NEC wordt voor de 5e keer bekerfinalist. Oké. Dan zijn we eruit. Ja, dan zijn we daaruit. Dat is heel fijn. Ja, maar ik vind, ook dit vind ik weer heel gevaarlijk als dat de mensen dan uit Friesland gaan zeggen. Die en zo. Maar even naar de selectie kijken. Zijn er bij jullie problemen? Zijn er geblesseerden? Speelt er wat? Nee. Nee, nee. Nou, er zijn Kaskili, dat is de rechter vleugelverdediger. Die is lang geblesseerd. En dat is het eigenlijk wel. De rest is fit. Dus nee, volledig fitte selectie. Niks aan het handje. Hij kan kiezen. En hij gaat ook kiezen. En wat hij gaat kiezen, dat wilde hij ons vanmorgen na de training niet vertellen. Hij gaat wel iets veranderen, heeft hij mij gezegd. Wat dat zou worden. Nou, het zou kunnen zijn dat hij Marco Tol toch weer als rechtsback positioneert. Want Sturla Ottesen, de Noorse aanwinst, in de winterstop gekomen, die vond ik en Henk ook in Emmen echt dramatisch. Is er ook uitgehaald in de tweede helft. En toen kwam Marco Tol daar weer te spelen. Die vond ik gewoon weer beter eigenlijk. Dus ik denk dat hij dat wel eens zou kunnen doen. Maar verder wordt er niet veel veranderd hoor. Geert, als ik wat vraag. Hè? Ik ben toch ook benieuwd naar die speler Balk bij jullie. Dat vind ik, ja, je begint al te lachen. Dat vind ik een bijzondere verschijning. Want die pakt de ene na de andere gele kaart volgens mij dit seizoen. Wat is dat voor jongen? Nee, dat doet hij heel goed. Hij pakt bij NM de 11e gele kaart. Ja. Heel goed voor een rechtsbuiten, hè?
In een vliegende tackle op de helft van de tegenstander. Ja, hij verliest zichzelf wel eens even. Kijk, het is een alleraardigste jongen. Hij komt uit Zuid-Horn. Nou, dat is al bijzonder natuurlijk, een Groninger in Friese dienst. Maar wij vinden hem heel aardig. En hij is ook heel aardig. En hij praat er met zijn ouders over. En hij praat er met de trainer over. Dat moet hij niet met doen, die gele kaarten pakken. Maar in zo'n wedstrijd, dan verliest hij zijn kop wel eens wat. Hij provoceert wel eens wat. En dan is hij altijd de provocateur die als tweede reageert op een provocatie richting hem. Maar dat word ik uitgelokt. Ja, dat ziet die scheidsrechter altijd. Dan krijgt hij de gele kaart weer. Het is niet handig. Het is niet goed. Het is eigenlijk heel dom. Maar hij mag tegen NEC meedoen. Want die schorsing die hij nou heeft opgelopen, die is voor de wedstrijd tegen een jong PSV. Die is maandag. Ja, maar is dat wel iemand waar we misschien voor moeten, of waar NEC voor moeten uitkijken? Want hij kan wel natuurlijk het vuurtje aansteken. Ja, nee, natuurlijk. Dat probeert hij wel steeds. En, maar goed, hij moet dat allemaal een beetje handiger doen, een beetje slimmer. Ja, hij kan wel. Het is wel een goede vleugelaanvaller. Hij maakt wel wat los. Hij heeft ook wel dan die klik met dat publiek. Die begint daar wat achter te staan. Het is best een aardige rechter vleugelaanvaller, vind ik. Ja, dat doet hij best goed. Oké. Hey, Geert, jullie hadden vandaag in ieder geval Omroep Friesland een oud speler van jullie voor de camera. Ja. Mees Hoedemakers, je kent hem ook? Mees. Ja, Mees. Ja, tuurlijk ken ik Mees. En ik heb Mees natuurlijk ook wel eventjes gevraagd van of er ook nog een beetje contact al is geweest met het Hoge Noorden. Laten we even luisteren. Zeker, ja. Ik heb aardig wat even gehad. Die gasten al lange tijd niet gezien. Veel vrienden daar, dus veel bekende mensen. Dus dat is wel leuk om die weer te zien. Ja, en wat krijg je dan van de appjes? Gewoon niet eens veel zeggen, maar gewoon wat smileys of dat soort dingen. Ja, dat is, en een paar appjes van dat ze het leuk vinden dat ik weer langskom. Ja, je komt even langs. Hoe leeft het daar? Heb je daar een idee van? Enorm. Kaarten uitverkocht, heb ik al gehoord. En voor hun natuurlijk ook een uniek moment. Dus het leeft daar enorm, zeker. Ja, hoe keek je naar die loting? Dacht je toen het eruit kwam van leuk? Of dacht je van oeh? Ja, ik dacht wel leuk eerlijk gezegd. Ja, het is wel, weet je, het zal een lastige wedstrijd worden. Daar kan het ook spoken en dat weet ik als geen ander. Maar ik denk dat we een goede kans maken natuurlijk om daar te winnen. Dus daar kijken we enorm naar uit. Geert, het kan spoken bij jullie. Ja, zo noemen ze dat, hè. Ja. Iedere speler die hier bij Cambuur komt te spelen, die bevestigt dat publiek een publiek is die het kan laten spoken. Nou, dat is wel een mooie term. Daar ben ik het wel mee eens. Er kan een sfeer in dat stadion ontstaan waarbij je denkt van hier wordt toch iets extra's gebracht. Maar goed, dat is bij NEC toch ook wel zo. En dat is ook een fanatieke achterban die er altijd achter dat doel zitten. Als ik dat een keer hoor en zie gaan, dan denk ik, nou, dat wil daar ook wel, hoor. Ja, Arno Arts zit hier voor de tribune. Dat heb ik hier nog meegemaakt. Ja, Arne Arts zit hier, oud-speler ook van Cambuur. Kan het spoken? Het kan zeker spoken. Weet je, dat weet ik zelf, want in 95, maar dan praat ik over heel, heel lang geleden. Ja, maar ik was erbij, Arno, hoor. Was je erbij? Oké, ja, daar weet je, legendarische wedstrijd. Toen versloegen we de wereldkampioen. Ja, en ja. Ik weet wat dat losmaakt dan, ook in Leeuwarden. Ja, dat was gigantisch. Dat was een feest van hier tot Tokio dus. Ja, dat was een legendarische wedstrijd tegen het Ajax van Louis van Gaal. Ze waren net wereldkampioen geworden. Volgens mij vroor het 28 graden ongeveer. Ja, precies. Dat vonden de jongens niet zo leuk dat het zo koud was. Amsterdammetjes niet zo leuk. Ja. En toen wonnen jullie die wedstrijd. Ja, wel geweldig. Ik was erbij. Ik deed verslag toen al. Ja. Morgen gaat het niet vriezen, toch? In Friesland? Ja, een graadje of 10 morgen. Oh, oké. Okay. Nee, dan weet ik wat ik mee moet nemen. Dus dat scheelt in ieder geval. Hey, Gert, heb je misschien nog een vraag voor ons of zo? Voor een van onze gasten hier? Ja, ik vind het geweldig dat jullie Arno Arts bij jullie hebben zitten. Want hij zal mij niet meer kennen. Want ik was toen eigenlijk nog net bij Cambuur verslaggever. Ik liep wat in het kielzog mee van Sjalke Laus. Maar die kent hij heel goed. Die ken ik zeker, ja. Ja, nou ja. En die heeft mij wat geïntroduceerd bij Cambuur. Maar kijk, ik ga niet slijmen, maar ik zeg gewoon wel wat ik vind en hoe ik denk wat ik ervan vind. En ik was een geweldige fan van Arno Arts. Wat was dat een heerlijke voetballer op het middenveld. Man. Geef die man iets te drinken. Stuur iets naar Friesland toe. Jongen. Dan zeg ik het wel even, Arno. Want anders lachen ze je daar weer. Nee, dankjewel hoor. En hij ging naar Willem II. Jongen, hij was er amper of ze spelen de Champions League. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, het Arno Arts effect. Ja. Het Arno Arts effect. Nee, maar echt wel schitterende speler. Leuke man. En ik heb begrepen dat hij met Maarten de Jong zelfs iets in een trainingskamp gaat doen hier in Friesland ergens of zo. Nee, ik ga een clinic doen met Maarten voor, dat is van Jos Miedema. Dat is voor de Meisjesvoetbalacademie.
En Jos Miedema heeft daar opgezet. En dan gaan we een clinic doen op maandag. Dus dan tref ik Maarten de jonge keer niet heigend in mijn nek om me neer te sabelen. Maar gewoon lekker om een clinic te doen. Ja, dat was de pitbull van Heerenveen. Zeker. Daar had je niet zoveel mee. Hè? Goed. Geert, dankjewel voor je tijd. De voorspelling die had je al gedaan. Daar houden we je aan. Zullen we dat afspreken? Dus dat is wel heel fijn in ieder geval. Dankjewel. En jullie ook heel veel succes hè, morgen. Hè? Dankjewel. We zien jullie morgen. Ja, zeker weten. En dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Geert Vertuijnen, de watcher van Cambio van Omroep Friesland. Ik heb nog even een audioberichtje zie ik binnen. Dus die wil ik nog eventjes, want dan hebben we ook de vragen. Hey Maurice, leuk dat ik even bij jullie in de uitzending mag komen. Ik heb wel een vraagje voor jullie. Wat vinden jullie ervan dat Jasper Cillessen morgen kiept en Robin Roes op de bank zet? Dankjewel. Oh, nou ja, daar waren we eigenlijk net al mee bezig. Volgens mij hadden we het rondje. Ivo, ja, volgens mij, jij had al je mening gegeven, toch? Nou ja, kijk, het is eigenlijk een non-brainer. Want kijk, Cillessen, die komt van ver. Die jongen, die staat er weer. Die gaat NEC, denk ik, die maakt NEC beter. En ik vind dat een jonge keeper als Robin Roes, die alles mee heeft. En die gaat er zeker komen. En het is een zeer talentvolle keeper. Maar als je 4 potjes gekiept hebt en je zet dat tegenover de carrière die Cillessen heeft, dan denk ik dat je gewoon heel veel respect moet hebben. En dat je daarin ook wat nederig mag zijn. En dat je ook mag zeggen van, joh, weet je, ik snap dit. En dat zou hij waarschijnlijk ook doen. En van daaruit komen je kansen. En die kansen moet je dan pakken. En dat komt vanzelf. Kijk, ze is natuurlijk een topper voor NEC. En die hoopt misschien nog op meer richting de zomer. En daarin, gezien alle blessures en hoe dingen lopen, zou hij misschien ook nog in beeld kunnen komen. Dan zou Marokje mij misschien ook eens hoofd hebben om die jongen daarin te ondersteunen. En wie weet hoe dat uitpakt. Maar kijk, ik weet, als je jong en ambitieus bent, dan wil je graag. En als keeper ga je ervoor en geef je elke dag 2 keer per dag op die training 100%. En dan denk ik dat hij bij de juiste club zit. Want ik denk dat er geen betere keepersopleiding bestaat dan bij NEC. Gezien het verleden wat ze allemaal voortgebracht hebben. Dus daar ben ik van overtuigd. Kijk, Brandoors, jongens die allemaal goed terechtkomen. En dan denk ik dat Rob Roes een hele mooie carrière gaat krijgen. Maar dit komt denk ik voor hem nog even te vroeg. Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Weet je, dit klopt helemaal. En wij hadden net de discussie, Arno, inderdaad over B-teams. Wat groter. Ik vind wel dat het terecht is dat Robin Roes de eerste wedstrijden keept. Voor mij speelde tegen Roda, KKD. Dat kan. Als je tegen amateurs speelt, kan het ook. Nou snap ik ook wel dat hij tegen Go Ahead keepte. Dat is de 18e finale. En dat zijn, even vind ik dan, wedstrijden met nog wat minder lading. Kijk, je kan de beker, ik denk wel dat Rogier Meijer de beker heel serieus neemt. Ik neem hem ook serieus. Maar ik snap wel dat Nee, maar ik vind, dat is mijn mening, als je hem serieus neemt, waarom laat je Jasper Cillessen niet van begin af aan keepen? En dan is het heel moeilijk om de scheidslijn te bepalen tegen die tegenstander. Laat Roes keepen, maar tegen die vind ik op papier niet zo goed. Ja. Of die is beter dan. Nu komt Cillessen weer. Kijk, het is net hoe de afspraken zijn. Van wat ik hoorde vanmiddag, waren de afspraken maar steeds verschillend. Dat je zeg maar vanaf de kwartfinale ga ik zeg maar kiezen welke keeper ik opstel. Als ze dat allebei weten en allebei akkoord zijn gegaan, nou, dan kan ik wel begrijpen dat Jasper Cillessen nu gewoon keept. Ja. Dan kan ik dat begrijpen. Maar als je bijvoorbeeld Roes kenbaar hebt gemaakt, jij bent mijn bekerkeeper, jij keept. Dan is het een hard gelaten en een zware teleurstelling voor Roes bij de wedstrijd. Maar snap jij wel, want op X gaat het wel, zie je echt wel twee, zie ik ook echt heel veel berichten op van dat het onbegrijpelijk is dat Cillessen nu gaat keepen. Want ja, het is bekertoernooi, je moet Roes die kans geven, die doet het ook goed. Heeft ook geen fout gemaakt nu en die moet je daardoor belonen en je maakt hem nu kapot als keeper. Ja, maar als je van begin af aan gewoon je beste keeper had opgesteld, zoals het in de competitie is, had je nooit die discussie gehad. Nee, dus daar ga je mis. Maar toch, waarom doen heel veel clubs dat? Ja, dat is denk ik weer een of andere grill uit de voetballerij. Wie daar bedacht heeft om je tweede keeper te laten keepen en in een bekertoernooi we hebben dat meegemaakt met RKC en net de voorbeelden van de PSV, om je tweede elftal op te stellen. Ja, dan is het logisch dat degene die voor televisie zit, ja, nou, nemen hun die beker dan wel serieus, weet je? Ja. Dus ja, dat blijft gewoon een eindeloze discussie. Ik ben het wat dat betreft niet mee eens. Ik zou altijd mijn beste elftal opstellen. Ivo, wat doe jij? Jij bent nou ook keeperstrainer, dus jij gaat ook soms over die dingen. Hè? Ik ken je ook vanuit Juliana natuurlijk. Zit je daar wel eens mee? Denk je dan wel eens van, ja, wel of geen tweede keeper?
Ja, kijk, de trainer overlegt met je en zegt van, nou ja, goed, hoe kijk je ernaar? Uiteindelijk is het zijn besluit. En ik vind als keepertrainer geef je altijd alleen een profiel af. Ik gaf nooit aan, ik vind dat de beste keeper. Want ik vind, daarmee kun je keepers ook beschadigen. Dus ik ben altijd voorzichtig met van, nou, ik vind die beter of die beter. Maar in dit geval is het verschil zo groot. En gezien ook op het verleden, denk ik van, ja, je hebt daar een fantastisch, dat ook respect afdwingt bij een tegenstander. En nou, dat zijn allemaal facetten die je meeneemt als trainer zijn, waarop je ook keuzes gaat maken. Ja, en als je met Schöne het veld op stapt en je stapt met een Sillis het veld op, dan, ja, dan komt het toch anders over als dat je daar met... Ja. Had je dat een jaar geleden ook zo gezegd? Want toen zat Sillis absoluut niet natuurlijk in zijn beste tijd. Nee, maar dan moet je twee dingen even scheiden. Hoe iemand in zijn vel zit, privé, maar hoe iemand presteert. En dat zijn twee verschillende aspecten. Want als iemand, wie het ook is, een moeilijke periode doormaakt, om wat voor reden dan ook, dan kun je als trainer besluiten om iemand te beschermen tegen zichzelf. Maar dat doet geen afbreuk aan de kwaliteiten die iemand heeft. De vraag is alleen bij een keeper, als die daar last van heeft en een fout maakt, dan is het vaak ook bepalend. En een speler kun je nog op andere posities inbrengen. Of die kun je nog even in de wachtkamer zetten. Want er komen altijd wel weer momenten dat hij zich kan bewijzen. Voor een keeper heeft vaak die tijd niet. Een trainer kiest voor een keeper en houdt zich aan vast. En gaat niet zomaar wisselen. En ik denk dat een grote keeper, een grote naam, met een prachtige carrière, dat kan soms voor een trainer ook als een zwaard van Damocles. Maar over het algemeen denk ik, ja, dat hij dan toch altijd wel weer teruggrijpt naar zijn vertrouwde patronen. En in dit geval is dat dan Sillis. En een jaar geleden had ik gezegd, had ik misschien Sillis ook even beschermd. Mm-hmm. En gekeken van, goh, wat heb jij nodig om weer daar te komen? En ik denk ook dat er heel veel gesprekken zijn geweest en dat ze dat ook echt wel gedaan hebben, ook buiten het veld. En daar pluk je nu de vruchten van. En ik denk dat je die jongen altijd moet belonen. Want die jongen die is 35. En die kan nog eigenlijk met zijn lijf prachtig meekijken naar Van der Sar. En dan denk ik van, ja, als je hem daar een mooie, prachtige baan daarna aanbiedt, een keeperstrainer maakt bij NEC, dan is het de kwaliteit gewaarborgd, kennis wordt doorgegeven. En je bent weer voor 15 jaar verzekerd. Ja, en volgens mij, als ik het goed herinner, Sillis die heeft bij Ajax de bekerfinale tegen PEC Zwolle, want toen zat hij er nog, heeft hij niet gekiept. Nee. Want toen was Kenneth Vermeer de bekerkeeper. Nou, dat hij heeft dus nog geen bekerfinale gespeeld. Het zal voor hem inderdaad de ultieme beloning zijn dat hij die bekerfinale bij NEC zou keepen. Zover zijn we nog niet, maar dan snap ik wel dat het voor hem super zou zijn. Het zou voor hem een morele opsteker zijn. Maar iemand, ja, die in Nauwkamp heeft gestaan en noem de stadions maar op, die krijg je niet meer gek. Nee. Daar zit zoveel rust in, ja, en die gaat daar staan. En die zorgt gewoon dat hij de nul houdt en als moet dan dat hij pakt. Nu wel. Ja, nu krijg je hem niet meer gek. Maar er komt natuurlijk wel een moment waarop je als talentvolle keeper, sowieso je Jasper Sillissen, ja, zou gewoon 29 zijn. Nou, die zit 6 jaar bij NEC. Er komt wel een keer een moment dat de Matthijs Brandhorst, wat hij gedaan heeft, hij heeft de pech met de Barkas bij Utrecht herhaald, ja, zich de geschiedenis. Weet je, het komt wel een moment dat Robin Roef zegt, hoor eens even, ik heb niet het eeuwige leven. Ik weet niet hoe lang. Nee, maar goed, als je naar Sillissen kijkt, weet je, en dat begon bij Gentenaar. En op het moment dat er een keeper dus op een gegeven moment geblesseerd raakt, of er gebeurt wat, en de reservekeeper komt erin, die maakt een goede indruk. Dus we hebben nu met z'n allen heel veel vertrouwen in Roes. En dat is fantastisch. Maar als die jongen morgen zou keepen en hij maakt daar een fout, dan is zijn carrière ook. Ja, maar wat gebeurt er morgen als Jasper Sillissen onder een bal duikt? Ja, dan zegt het doorsnee, zeg, waarom hebben Roes niet opgesteld? Jawel, zo dan werkt het in de voetbalrij. Dat is voetbal, topsport en zo is, ja, het ook. Ja, weet maar, je hebt nooit zekerheid. Maar ik kijk, daarom zou ik SEC, ja, ik zou het heel simpel houden. SEC, dat is mijn mening. SEC gewoon zeggen, wie is de beter van de twee? Wie vind ik beter? Die speelt bij mij, klaar. En ik kan begrijpen, we gaan de tweede keeper gaan we opstellen. Soms heb ik het idee dat ze zeggen, ah ja, jij mag een keer, jongen. Je zit zo vaak op de bank en je doet goed. Je keept goed, je traint goed. Noem alles maar op. Ga jij maar eventjes nu. Want sociaal, we zijn een sociale club. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar dat is geen topsport. Topsport is de beste speelt. Klaar. Geen discussie over mogelijk. Ja, maar je hebt ook oefenwedstrijden die ze draaien. Ze hebben toe programma's. En daarvoor heb je ook een beeld. Dus ze hebben ook vertrouwen in Robben gehad. Nee, dat begrijp ik. Wedstrijden te laten voetballen. Maar dit is beker. Weet je wat? Het gaat ergens om.
Vanaf nu wel, ja. Ja, ja, maar daarvoor ging het ook nog ergens om. Het gaat de inzet is in ieder geval de vijfde finale. Dat klopt. En Jasper Sillis, nou ja, goed, we hebben het allemaal gehoord. En de trainer heeft de keuze daar al lang in gemaakt. Dus misschien had hij die al gemaakt naar de kwartfinale. Van oké, okay, we gaan nu over naar Sillis. We gaan nog even naar iemand die een berichtje heeft ingestuurd. Voor de finale alvast. Dat moet ik even... Nou, daar komt hij nog een keer. Wat is jullie ideale elf voor de beker, wedstrijd tegen Cambuur en voor de finale alvast? Nou, die finale vind ik altijd wel heel erg... we moeten eerst maar eens een halve finale. Maar ja, wat is jullie favoriete elf? Ivo? Vind ik heel lastig om te bepalen. Kijk, er kan van alles gebeuren op trainingen. Iedereen is fit, behalve in ieder geval Ros, maar en dan Dirk Proper. Maar de rest... Kijk, als Proper kan starten, dan ga je dat natuurlijk altijd doen. Ja, natuurlijk. Eigenlijk contact. Arno? Nou, je krijgt een Nuiting achterin, denk ik. Dan schuiven Donk weer naar links, denk ik. En dan krijg je Schöne in plaats van Proper. En de twee Japanners voorin. En het blijft allemaal praktisch hetzelfde. Alleen je verandert één naam. Nou ja, hij is natuurlijk tegen Sparta niet met Zoontje Hansen begonnen. Ja, dat zou nog een optie dat kunnen zijn. Dat zou wel een optie kunnen zijn, hè, dat hij daar niet mee start. Ja, nou, maar die gaat denk ik wel starten. Ja, denk ik wel. Ja, ik vond het al verrassend dat hij niet speelde tegen Sparta. Nee, maar dat was de reden. Rogier heeft ook gezegd, hij kwam niet helemaal fris uit de wedstrijd van Ajax. Hij had hier lang last van. Nou, dan, ik dacht dat hij last van zijn haar had. Ja, wat was dat voor kapsel, hè? Ja. Ik las Bobby Farrell of zo. Ja, dat kwam van alles voorbij. Dat leek hij wel op. Nee, ja, maar het was een beetje jammer dat we geen muziek hadden. Anders hadden we iets van de voortops of zo kunnen doen. Hè? Ja. Ik zag al van alles voorbij komen dat hij nieuwe carrière kan starten. Maar jij zegt van, ik zou altijd, als hij fit is, zou je daarmee starten? Met Zoontje Hansen? Ja, denk het wel. Die heeft toch best wel goed gedaan. En is ook creatief. Weet je? Ja, ik vind het rendement. Ik vind het dus echt tegenvallen. Ja, maar ja, dat zijn spelers. Die kunnen de ene wedstrijd als die Cambuur beginnen. Dan denk je, jezus, was die goed. En de andere wedstrijd, dan ga je gigantisch lopen erg. Ja, maar ik heb dat moment die, van... Die type spelers zijn dat. Ja, maar dat moment Tafsan? Van... hij is heel goed. Ja. Dat heb ik nog niet... Ja, bij Tafsan had ik dat dan op laatste moment nog wel wat meer. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik vind het rendement zo laag voor een buitenspeler. Ja. Dat ik denk, ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan op een gegeven moment ook wel eens een keer denkt van ja, nou ga ik gewoon een andere weg in. Ja. Maar over rendement, wat is het rendement van Sano? Dat kan je ook vragen. Kijk, bij Sano, dat verrast ons allemaal, denk ik ook. Hè? Ik bedoel, die jongen die is helemaal uit Japan hier gekomen. Hij is toch een hele andere voetballer? Nee, dat is waar, maar die ligt ook voor 5 jaar vast. En hij laat hele mooie dingen zien. Maar hoeveel assists of goals heeft Sano gemaakt? Ja, ik denk dat nog moet komen. Hij was wel dichtbij, hè? Heel dichtbij. Maar ja, ik vind dat sowieso, ik verwacht daar misschien ook wel iets anders. Hij staat nu dan ook, hij stond op die buitenpositie. Dat is natuurlijk niet, hij is meer een middenvelder natuurlijk, maar... Verwachten we misschien te veel van Hansen? Want dat heeft hij wel gezegd ook bij onze collega's van de Gelderlander. Van, ik kom van Jong Ajax, mensen horen alleen Ajax. Beste jeugdopleiding van Nederland. Hij was daar een groot, of tenminste een van de, hij was daar een groot talent. Ja, bijna iedereen dacht wel dat hij hier even bij NEC de assisten aan één zou rijgen. En de doelpunten ook. Ja, dat is dus niet zo. En dat is die stap van Jong Ajax naar NEC dus best wel groot. En ja, daardoor dat het misschien een beetje tegenvalt. Ja, maar zo'n jongen die moet ook wennen. Ik bedoel, je komt hier. Een gehoog verwachtingspatroon is hier bijna altijd. Dus ja, ik denk dat hij... Maar dat zijn wel type spelers. Zo vond ik Tafsan ook. Dat is identiek, Tafsan. Ja. Daar kun je je geweldig aan ergeren de hele wedstrijd. Maar gebeurde er iets bij NEC, zat Tafsan er altijd met een voet tussen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je wel? En ik denk dat John Hansen ook naar dat niveau van Tafsan. Want soms dacht je bij Tafsan, goh, die droomt de hele wedstrijd. Die doet hij wel mee. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Maar gebeurde er iets en was er iemand gevaarlijk met een individuele actie, was het toch vaak Tafsan. Ja, en zeker op het einde, hè, toen hij dit jaar de wind wegging. Hij heeft zich wel echt laten zien, want hij was geblesseerd. Oh, nog geschorst een tijdje en dan komt hij terug. Nou, eigenlijk had iedereen hem wel weer in de armen gesloten. Ja, maar je ziet die spelers niet vaak meer wie een individuele actie in hun voeten hebben. Ik bedoel, en ik denk met de Japanners van NEC, dat die vooral belangrijk zijn. Ik denk dat een trainer dan niet echt kijkt naar... hoewel het natuurlijk wel belangrijk is waar je zegt assisten en doelpunten. Heel belangrijk. Natuurlijk. Maar vooral ook in de arbeid die ze leveren. Die energie die ze in elftal geven. Want het is lopen, lopen, lopen. Ja, en met die jongens kun je druk zetten. Ja, wat afjagen als je zo zegt. Weet je wel, dat kun je niet met andere type spelers. Dus ja, ik denk dat ze daar ook belangrijk in zijn, denk ik. Ja.
Dat zijn jou in ieder geval zijn jouw spelers, Nick. Wat zie jij bij jou op het lijstje staan? Of ideale opstelling? Ja. Ja, nee, ja, goed, dezelfde namen die we tegen Sparta zagen. Alleen dan inderdaad met de wijziging van de fitte spelers er weer bij. Dus Hansen die dan weer fit is, die zou ik dan altijd laten starten. Duiting terug. Al vond ik Baas prima. Prima. Ik vind Baas gegroeid de laatste tijd. Ik vind wel dat slecht jongen, het was in het begin. Ja, of iedereen had veel kritiek erop. Ja, ik vind wel dat die jongen heel erg gegroeid is. Ja, en, zeker. En ook wel nu zijn kwaliteit laat zien. Ja, dat zeker. Dus ik vind het, weet je, als je Nuitink zou zeggen, Bram, ik houd het niet helemaal lang meer vol op het einde. Dan kom ik wel op een ander punt, maar dat ga ik nu niet meer aansnijden. Maar als je inderdaad misschien een spannende slotfase hebt, heb ik liever Nuitink daar staan dan Kelvin Verdonk. Al moet ik zeggen, Verdonk. Centraal achterin, briljant. Ja, dat hele seizoen al. Verdonk, die kan volgens mij overal spelen. Volgens mij maakt het niet uit waar die staat. Maar ik zou gewoon met Verdonk op links, Nuitink en Sendler centraal beginnen. En ja, weet je, als je Baas is ook een lange jongen. Weet je, die heb je dan ook nog erbij voor de kopduels. Moet dat nodig zijn? Als ik het zo allemaal bekijk, hebben we weinig te vrezen voor Cambuur. Maar ja, blijft inderdaad. Clichéetje. En ballen de enige vraag is dus, wat gaan we doen met Schöne? Maar hij geeft aan, ik ga geen 90 minuten spelen. Dus starten. Begint hij of start hij in ieder geval? Ja, of gaat hij toch iets anders doen? Jawel, gewoon starten. Ik zou gewoon starten. Ja, ik denk toch dat hij met Rob Berg gaat starten. Maar goed, we gaan het morgen zien. Voorspelling, want het is bijna 10 uur, dus bijna zit onze tijd erop. Ivo, wat gaat het morgen worden? Ja, ik denk dat NEC toch wel 4-0. 4-0? Punt. Nou... Oké. Ja, nee, we schrijven hem op. Arno. 0-2. Ja. Nou, ik zie een hele spannende wedstrijd. Maar dan denk ik 1-3. Maar wel benauwd, om het zo maar te zeggen. Ja, 1-3. Ik denk zelfs een 1-2. Okay. Wel een overwinning, maar wel een benauwde wedstrijd. En nee, niet in de verlenging. Dat wil ik ook niet. Al die supporters die er allemaal naartoe gaan. Allemaal, oh god. Helemaal terug. Hè. Die mensen die moeten al een halve dag vrij nemen om daar morgen naartoe te komen. Dan moet je ook nog woensdagochtend bellen tegen je baas. Ik ben nog niet thuis. Nou, dat werkt natuurlijk ook niet helemaal. Goed, nou, dan hebben we eigenlijk alles wel behandeld, denk ik. In aanloop naar de wedstrijd van morgen om 8 uur wordt er afgetrapt. De halve finale. Inzet is dus de finale voor NEC. De vijfde keer dat ze dan richting de Kuip mogen voor de finale van de KNVB-beker. Heren, Ivo en Arno, dankjewel voor jullie komst. Ik vond het gezellig dat jullie erbij waren en jullie blik op deze wedstrijd gaven. En wie weet tot de volgende keer. Nick, reis jij morgen af naar Leeuwarden? Nee. Mijn vrienden en collega's Erwin en Dennis gaan erheen. Maar vrijdag ben ik er wel weer bij Volendam. En dan hebben we de finale natuurlijk gehaald. Deze krijgen we zo hard terug. Nee, maar ik vind het altijd zo gevaarlijk om aan te zeggen. Maar inderdaad, luisteraars, NEC is gewoon favoriet. Dus dat moet in ieder geval wel worden. Dankjewel voor jullie tijd. Dit was in ieder geval een soort talkshow op tv. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren natuurlijk ook op de radio. Het staat straks ook nog een keer allemaal online. Dus mocht je nog dingen willen terugluisteren of het niet helemaal hebben meegekregen, dan kun je het allemaal rustig nog allemaal naluisteren. Morgen zijn we er live bij. Vanaf 8 uur kun je inschakelen, ook bij RN7. Mocht je het niet kunnen zien, mocht je niet in het stadion zitten, dan krijg je het allemaal mee. 2 keer 3 kwartier live vanuit, of misschien wel langer, vanuit Leeuwarden. En ik zeg graag heel graag tot snel, tot de volgende NEC-update.